Het zal eens een keer meezitten bij mij. Ik wil gewoon eens dat dingen gewoon gaan zoals ze moeten gaan. Ik vind die van de Jumbo echt heel erg lekker. En ik heb dit boek eindelijk. Die heb ik heel lang lezen. En die kwam ik tegen. Ik ga dit even opruimen. En ik heb eigenlijk geen zin om iets te doen. Dus ik zit even te denken, ga ik toch wel doen. Of ga ik gewoon eens een keer een chill ochtendje even van mezelf houden. Gewoon relax. Zou ook wel eens lekker zijn. Ik ben er nog niet uit. We beginnen toch maar weer hiermee. Ik heb gisteren wel die leeg gekregen en die was leeg, maar dat is alweer nieuw erin. Pasje zit erin. En gelijk maar even strijken. Nou, de strijk is af. Ik ben nog even de laatste kleding in de kast aan het hangen. Wilde ik net mijn was ophangen, want die was klaar. Breekt mijn wasrek. Echt top weer. Echt, ik word echt een nationale surfvlog. Echt, maar dingen moeten altijd fout gaan. Dus dat hangt nu op 6:30 boven de trap. Ik had gelukkig nog een ander rekje. Daar heb ik het nu even opgepropt. En ik moet Sarah gaan ophalen. Dus dan gaan we gelijk naar de winkel maar een nieuw wasrekje kopen. Nu weer zo haasten. Ik kon mijn telefoon niet vinden. En zonder mijn telefoon kan ik niet betalen. Dus kan ik niet door naar de winkel. Dus ik denk, ik moet hem hebben. Lag hij nog op zolder. Maar ik had echt geen idee waar ik hem gelaten had. Dus dat is echt kak. Maar ik moest nog iets meenemen voor Julie, daar heb ik wel aan gedacht, dat had ik al. Dus dat heb ik bij me. En daar maak ik haar blij mee en dat ruikt voor mij weer op. Dus dat is ook mega fijn. Nou, hey, mensen, dat soort. Je mag hier 50. Nou, mensen denken dat het te snel is hier. Mega irritatiepunt. Maar goed. Ik moet 5 minuten op het plein staan, dus dat moet ik nog net redden. Nou, alweer voor de 600ste keer voor niets op het schoolplein. Sarah is met Mila mee. Mila is bij de oma, dus daar spelen ze. En dan haal ik er over 4 uurtjes daar op. Dus ik ga alleen nu naar de winkels. En ik had vandaag al eigenlijk een andere planning. Toen werd de planning omgegooid. Want Sarah zou eerst ergens anders spelen. Maar dat werd gisteren afgezegd. Toen heb ik mijn planning weer omgegooid. Maar toen kwam er weer wat tussen. Dus toen had ik het zo gepland als het nu was en nu is het dus weer anders. Dus we blijven lekker gaan. Maar goed, hè. Ik ga in ieder geval even naar de winkels. Dat is fijn, dan heb ik dat in ieder geval gedaan. Ik moet gewoon een wasrek hebben, want er staat nu gewoon een was te draaien die ik anders daar nergens meer kwijt kan. Want ik heb dat rekje, maar dat is kleiner dan die andere die kapot is. Dus ik heb het daar opgepropt en ik heb al dingen over de lege kratten gehangen die je er net zag. Maar ja, de rest kan ik gewoon niet kwijt. Altijd zonder in de auto liggen. Het is echt heerlijk, maar met auto rijden vindt die zon niet heel fijn. Deze niet zo dure bril. Dus ik heb altijd zitten als die auto dan leeg gehaald wordt en er wordt gestolen, is het vervelend, maar geen groot probleem. Dus deze heb ik altijd in de auto liggen. Dat is trouwens die ook van die serie van die winactie. Het zijn echt wel hele fijne brillen om te dragen. Oké, en dan rij ik en dan komt dit op mijn voorruit. Top! Echt top! Gaat echt, echt top vandaag. Ben ik net aan het rijden. Begint de auto te piepen. Staat er van de boordcomputer motor laten controleren. En echt 2 meter verder, terwijl ik gewoon normaal rijd. Ik was niet aan het schakelen of optrekken of iets. Slaat die motor gewoon midden op de weg uit. Echt top! Nou, wou we kunnen starten en ik was bijna bij de garage. Ik denk, ja, ik rijd die laatste paar meter wel even door. Want nu sta ik gewoon in de garage met die auto. En sta ik gewoon goed. En anders stond ik langs een drukke weg stil. Ik denk, ja, dat ga ik gewoon echt niet doen. Want ik kan het in ieder geval nog rijden. Ik heb hem zoveel mogelijk gewoon vooruit laten rollen, zeg maar. En zo min mogelijk op mijn motor gereden.
Marco gebeld, maar die zit best wel ver. Dat is echt een heel stuk rijden. Dus die zei, bel Bas anders even. Dus ik heb Bas gebeld. Ik ga nu wel even mijn dingetjes en dan, doen. En als ik dan klaar ben, bel ik naar Bas. Dus ik richting de auto ga en dan gaan we even kijken hoe of wat. Dus echt, het zal eens een keer meezitten bij mij. Ik wil gewoon eens dat dingen gewoon gaan zoals ze moeten gaan. Echt zo vervelend. Dit zijn die grote rekken die je neer kan zetten. Zo heb ik er dan maar een kleine, want ik heb niet heel veel ruimte. Zo in moet ik. Maar die is heel klein. En dit is weer een ander systeem. En dat werkt weer niet voor waar ik wil. Dus ik moet die in het groot. Waarom is dat er nou niet gewoon? Nou, ik ben thuis gekomen. Vraag me niet hoe. Ik had Bas aan de lijn. Die heeft me een beetje begeleid wat ik moest doen met de auto. En zo ben ik naar huis gereden. Toen viel de auto nog wel net voor de parkeerplaats, zeg maar, uit. Maar toen kon ik starten en dan nog net onze parkeerplaats op. Daar staat hij nu. Moet daar wel Sarah ophalen. En Marco is te ver. Dus, en Bas, die moet zo werken. Dus die redden het niet. Plus Denise is met hun auto weg. Maar die komt zo thuis. Dus die heb ik nu net gesproken. En die gaat zo even met me mee om Sarah in ieder geval op te kunnen halen. Dus dat is fijn. Mijn droogrek heb ik niet gevonden. Dat is nergens. Ze hebben alleen maar van die staande rekken. Maar ja, ik wilde in boven de trap. En niet zo'n rekje. Wat kan ik daar nou kwijt? Ik moet echt gewoon zo'n mega ding hebben. Dus ik moet echt even kijken hoe ik dat ga doen. Ik heb nog wel wat dingetjes gekocht. Niet speciaal waar ik ging, maar wel die ik nodig had. Ondergoed voor Sarah. Nieuwe sloffen voor op school, want haar schoolschoentjes zijn echt heel erg kapot. En dit gaat ze helemaal geweldig vinden, want het heeft een gezichtje. Ik vind het verschrikkelijk, daarom vind ik ze heel mooi voor op school. Een reservelampje, want ons reservelampje is pas in gebruik genomen. En nog zo'n schaal bij de Action, die vind ik gewoon altijd makkelijk om in huis te hebben. En ik had er meerdere, maar één brak. Toen heb ik die schaal gehad die in de oven smolt. En toen had Sarah de kerstdiner en daar hadden ze zo'n schaal met de onderkant op een show gezet met een kaarsje. Dus ik haal die schaal op en er zat zo'n gat in. Dat was helemaal uitgebrand. Echt top. Dus ik had er nog maar één. En nu heb ik dus in ieder geval weer een tweede. Het was ook de enige die ze hadden. Dan vind ik hem wel schattig met al die vlindertjes. Maar goed, ik moet er dus nog wel even zeker twee bij hebben. Want ik zweer bij die schalen. Die zijn zo makkelijk. En als je ze in elkaar stapelt, het is maar een klein stapeltje terwijl je heel veel schalen hebt. Ik hou ook wel van gewoon een mooi compleet servies voor op tafel. Maar deze schalen gewoon ook met een barbecue of wat dan ook. Het is altijd makkelijk. Mee naar school geven, tractaties. Noem maar op. Of s'avonds met een bak popcorn op de bank. Ik moet deze schalen gewoon altijd voor wat hebben voor mezelf. Tijd maar even goed aan besteden. Oké. Okay. Heel apart dit. Dus ik denk, ik ga even de nieuwe foto's bestellen. Ik heb meer dan een jaar uitgezocht. Het zijn alweer 240 foto's. Dus als ik ze binnenkrijg, is dat echt wel heel wat uitzoekwerk al. Maar goed, die is er nu aan het inladen. Kan ik die nog net bestellen. En ik heb met Denise al een tijd afgesproken. Dus ik heb nu nog 25 minuten. Dus dat moet lukken. En dan gaan we even Sarah ophalen. Denise heeft ons net de lift gegeven. Ik weet eigenlijk niet of ik dat verteld had of ik nog had gefilmd of niet. Toen ben ik snel gaan koken. En we hebben lekker pasta pesto. En ik eet samen met Sarah, met z'n tweetjes. En ik heb geregeld, mijn moeder en mijn broertje zijn op vakantie. En mijn vader rijdt eigenlijk toch nooit met de auto. Dus ik kan daar de auto van lenen. Want de garage hebben we nog niet bereikt. Die is soms heel moeilijk te bereiken. Ik vind het zo grappig zingen. Ja, ik zal nog een paar van die buisjes. Ze gaan nu lekker pasta pesto, vegan pesto eten. Ja, alsjeblieft. Kijk uit, heet. En dan zet Denise me daar af. En dan heb ik de auto, want ze heeft ook morgen zwemles. En Mila, ik heb afspraken. Ja, Mila gaat mee, hè? Mila, de moeder, die heeft iets waar ze naartoe moet. En dan zou ze niet op tijd op school. Dus eigenlijk zou ze even meegaan, maar ja. Dan kon Sarah niet naar zwemles. En ik wil wel dat Sarah naar zwemles gaat. Dus Mila gaat gewoon even mee met zwemles. Ik zei, joh, dan geef je daar weer even een kleurboek of iets mee. Dat ze wat te doen heeft eventueel. Maar je zit daar in die kijkruimte en daar mag je ook niet uit. Je hebt daar wel een speelhoekje. Maar ja, er zitten echt zoveel kinderen in dat je daar vaak ook niet... Kunnen ze ook niet altijd allemaal terecht. Oh, misschien is Meijer de broertje er wel. Kan ze daar ook niet spelen. Dat is ook wel leuk. Maar goed, dus... Die kan ik daarmee helpen en Sarah vindt dat alleen maar leuk. Dus dat komt helemaal goed. Ja, Mila gaat foto's van me maken, want ze neemt haar camera mee. Oh, wat leuk.
Dat is wel heel leuk. En nu lekker deze pasta. En ik kan het laten zien aan de moeder. Zo. Oh, wat goed. Oh, en ik heb hier zo'n trek in. Jij had er ook trek in, hè? Ja. Ja, heel lekker. Nou, en wel een beetje dooreten, dan kunnen we op tijd bij opa de auto gaan lenen. Nou, snel gegeten. Nu onderweg naar de Nice. En daar heb ik zo weer een auto. En dat vind ik zo'n fijn gevoel. Ik vind het zo erg als je zoveel plannen hebt staan die je niet af wil zeggen en dan gewoon geen vervoer hebt. En het is gewoon te ver. Ik red het gewoon letterlijk niet uit school. Het is sowieso een heel stuk fietsen. Maar qua tijd zou ik het gewoon niet halen. Want er zit 20 minuten, 25 minuten tussen. Ja, het is verder dan dat fietsen. Papa, mag ik over variaan? Of nee, ik ga variaan, of nee? Ja. Hoe? Aan de hand lopen, heel lief. Want we gaan oversteken. Nou, ik heb weer vervoer. En het is echt super wennen om hier te rijden en ik moet wel lachen. Deze auto rijdt heel licht en onze auto rijdt heel zwaar. Dus en mama, ik zeg, vertelt wat het slecht ja, in Ja, dat vertellen we zo. Dus ik zeg net al tegen Sarah, ik zeg, ik moet wel even opletten dat ik heel anders rijd dan wat ik gewend ben. Dus zij zegt, waarom? Dus ik ging het te laten voelen op momenten dat het kon. Ik zei, ja, ik zeg, kijk, als ik mijn rem hard intrap, ik zeg, dan remmen we zo, weet je wel, dan krijg je dit. En als mama de gas zo intrapt, zoals ze gewend is, kijk, dan schiet je zo naar voren. Ik had een paar mooie plekken waar ik dat zonder iemand te hinderen kon voordoen. Toen bedacht ik me opeens, oh, Denise rijdt achter me aan, want die wist de weg niet. Maar die moet wel denken, want ik schiet elke keer over de weg heen. Echt te grappig. Even scherp. Hallo, camera. Sarah slaapt ondertussen. Marco die is pas laat thuis vanavond. Ik heb natuurlijk een nieuwe kast in de slaapkamer. En die oude kast over, die moet dadelijk uiteindelijk naar zolder. Maar ik ga in die kast fotoalbums en dergelijke bewaren. Die ik allemaal wil bewaren. Alle dingen die afgerond zijn. Dus ik heb net even de bovenste la van die kast helemaal schoongemaakt. Want er zaten andere dingen in. Dus ik ga beginnen met de eerste spullen die helemaal klaar zijn daarin te leggen. En dan ga ik ook eens stap voor stap kijken wat er verder nog klaar is. En dat ook daarin leggen. Dus alleen maar de dingen die af zijn gaan er voor nu in. Want de rest blijft gewoon voor nu in deze kast totdat ik er klaar mee ben. Ik heb natuurlijk vanmiddag ook die foto's besteld. En hier komt dan zeg maar de klei en pledo. Klei en pledo, hetzelfde. In dit geval dan. Van Sarah in deze kast en allemaal andere knutseldingetjes. In die andere kast ga ik de fotoboeken en afdrukken en dingetjes die ik bewaard heb, die ik nog niet af heb bewaren. En op de onderste plank ga ik alle boeken die ik nog niet heb gelezen, die elke keer nu los door deze kast liggen, bewaren. En dan heb ik deze kast, de linker, helemaal als gelezen boeken. Rechts begint hij dan gelezen en dat gaat dan steeds verder. Dus eindelijk een beetje een plan van aanpak. Dat dressoir, daar staan de laatste spullen op die ik natuurlijk niet kwijt kan terwijl die leeg is. Dat gaat dan ook leeg. Dus ik heb wel echt het gevoel dat we nu een keertje ergens echt gaan komen. En dat vind ik een heel erg fijn gevoel, moet ik zeggen. Wat zijn deze albums? Dus ik heb nog niet heel veel wat nu naar boven kan. Maar goed, het eerste stukje is er. En dat is gewoon helemaal top. En deze loop. Toch wel aardig wat dingetjes eigenlijk. Weg, dus dan heb ik toch bijna de helft van die deurtjes in. Die hoort erbij. Ik ga toch wel aardig wat naar boven, zie ik. Dus daar word ik blij van. Nou, de eerste laas gevuld. Dit stapeltje is alles wat ik van Marco heb van dit soort dingen. En dit zijn zeg maar mijn knutselwerkjes en kaartjes en dat soort dingen. En de jaarboeken liggen hierbij. Nog niet eens een fotoalbum. Deze laas hiermee vol. En dan heb ik dadelijk nog drie lades om albums in te gaan doen. Maar die albums die ga ik pas echt later naar boven doen als ik helemaal klaar ben met alles inplakken en uitzoeken, want dan weet ik zeker dat alles wat ik erin wil hebben erin zit en dat ik gewoon niks meer verder heb liggen. En dan ga ik dat allemaal opruimen naar boven, want anders ga ik het nu allemaal naar boven slepen en dan ga ik elke keer weer denken, oh ja, daar wil ik nog wat in doen of daar.
Dan blijf ik het pakken. Dus dat ga ik gewoon echt niet doen. Ik ga nu vast even de kamer opruimen. Ik heb popcorn lekker opgezet. Ga ik wel een beetje popcorn eten. En daarna ga ik lekker mijn bedje in. Even alles uitgezet en opgeruimd. Ik kan lekker naar mijn bedje. En daar heb ik echt zin in. Het is iets over 12, maar het valt mee. Dus ik zit nog redelijk aan mijn goede voornemen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als je niet geabonneerd bent, klik dan even op abonneren hieronder. Daar maak je me heel blij mee. Duimpjes zijn ook helemaal top. Reageren kan op mijn Facebookpagina Mama op Hakken. Of op Instagram alleen. Dan kan het bij mijn stories. En dan zie ik je morgen. Doei doei.